Hi, welcome to the International Crafters Video Hub from February. The theme is love cards or anniversary cards. My name is Ellie Rijnvis from the Netherlands. I will do the rest of the video in Dutch. So welcome to my YouTube kanaal and enjoy yourself. Hallo en welkom bij de internationale crafters video hop van februari. Het thema is liefdeskaarten of verjaardagskaarten. Ik doe het met twee kaarten. Een voorbeeldkaart en dat is een liefdeskaart, een love card. En de kaart die ik in de video ga maken is een kaart waarmee je een verjaardag of een jubileum of wat dan ook kan vieren. Ik ga de camera draaien en we gaan maar van start. Daar ligt hij dan, de voorbeeldkaart. This is my sample card. The card that I do in the video is an anniversary card. So, deze kaart hebben we gemaakt in Flirty Flamingo en dat is eigenlijk wel een beetje de basiskleur van de kaart. Ik heb hem gecombineerd met Pool Party en Coastal Cabana. Mooie, heldere kleuren, wat takjes op de achtergrond gestempeld, de hartjes gestempeld, gestanst, gemaakt, gedaan. Ik zal even laten zien, ik heb de Country Bouquet gebruikt, de Country Bouquet met de bijpassende pons. Soms vergeet je even wat je in je kast had staan. Die heb ik gebruikt voor al deze blaadjes en hartjes. Ik heb de stans, deze stansen gebruikt, de Stylish Shapes voor het labeltje. Ik heb wat festive dots erop geplakt op de voorkant. En de Happy Valentine's Day en Just Wanted to Say komt ook uit dezelfde stempelset. Daarnaast heb ik het Celebration papier gebruikt voor de envelop. Ik ga straks de envelop openmaken, want je hebt hier natuurlijk een speciale envelop voor nodig, want het is een hele grote kaart. En we gaan het kaartje nog een keer maken, maar dan als anniversary kaart. En die ga ik gewoon in het wit doen. Een basis. Van 21 bij 21, van Thick Basic White. Dus dit is 21, dit is 21 en je reelt hem op 10,5. Kijk maar. Zij is echt 21 bij 21. Gerild op 10,5. Of dubbel gevouwen op 10,5. En even natrekken. Goed natrekken met het vouwbeen. Zodat hij goed vouwt. En eigenlijk heb ik de basis voorlopig niet nodig. Want voor deze kaart heb ik wel een mat gesneden. En die mat is 10 bij 20,5. En daar komt een strookje designpapier op. Ook uit de Celebration. En dat is dit designpapier. Deze. Most Adored. Een hele mooie serie met goud, met rood en met Flirty Flamingo. En ik ga nu de goudkant gebruiken. Deze ga ik eventjes... Nou... Ik wil hem eigenlijk op een centimeter of anderhalf vanaf die zijkant hebben, die strook. Maar ik wil hem ook even markeren, want ik ga nog stempelen op het kaartje, op de mat. Ik ga eventjes wat goudembossing erop stempelen. En dan hoef ik eigenlijk dat middengedeelte niet te doen, dus die markeer ik even. Ik pak de stippenstempel uit de Quiet Meadow. En dan ga ik even wat stippen over de kaart heen zetten. Maar eerst eventjes ontvetten met het met de embossing buddy. Dan hebben we Versamark nodig en daar gaan we mee stempelen. Een beetje random over de voorkant heen. En je hoeft niet per se binnen die lijn te blijven, maar probeer hem. Ja, wat niet geëmbost hoeft te worden, dat is meegenomen, toch? Dacht ik zo. En dan doen we daar nog een stempeltje, denk ik.
En dan wil ik aan de zijkant eigenlijk ook wat puntjes hebben. Maar daar is deze wel weer erg groot voor. Pak ik gewoon eventjes het puntje van de stempel. Voor die paar dingetjes die ik daar wil hebben. Zo. Genoeg is genoeg. Ik pak de goudembossingpoeder erbij en de bak. En dan gaan we gewoon strooien. Dan willen we deze kant ook nog even hebben. Uiteraard. En dan is het een kwestie van verhitten met de heattool. Stippeltjes. Nou, moet die. Zo. Strook ze nog op. En ik zal even kijken. Ja, hij moet even ook even gegumd worden. Want dat moet er natuurlijk wel even af, de potloodstreepjes. Even de potloodstreepjes weggummen. Zo. En dan kan gelijk die strip erop. Die goldstrip. Die lijmen we direct erop. En dan kan het even rustig drogen. Want dan hebben we een heleboel bloemen in elkaar te zetten. Deze leg ik even onder wat zwaars, zodat hij eventjes plat kan worden weer. En gewoon even twee stempelblokken erop. Dan kan hij even rustig bijtrekken. Ik heb een heleboel bloemen uitgestanst met de Paper Florist Dies stanzen. Deze stanzenset. Superleuk, kun je heel veel verschillende bloemen mee maken. En die lag alweer een poosje ongebruikt. Ik denk, nou, die kan mooi voor een anniversary kaart gebruikt worden. Daar krijg je een hele chique kaart van. Daarnaast heb ik een hele bunch takjes uitgestanst. uitgezaagd. Kijk. Van alles wat. En uit twee verschillende stanzensets komen deze. Ik heb die uit de Paper Florist had ik gehad. Die had ik ook gehad. Even kijken. De bloemen, de blaadjes komen uit deze set. De Texture Florals Dies en de Stippled Rose. Deze komt uit Stippled Rose. De rest komt uit
Texture Floral. En dan hebben we hier de bloemen. Een hele bunch bloemen. Een stel in het wit. Daar gaan we straks nog even met een duibeltje langs heen. Zo. Een stel in het roze. Petal pink. En dan natuurlijk ook nog wat vellum erbij. Voor de chic. Ik hou enorm van vellum. En zeker voor de wat chicere kaarten. Ik ga beginnen met de vellum, want dat duurt het langst voordat het droog is. En dan gaan we heel voorzichtig die blaadjes wat krullen. En dat ga ik met alle blaadjes doen. Dan zet ik eerst deze bloem in elkaar. Dat is de enige bloem die ik heel langzaam ga doen. De rest van de bloemen gaan we gewoon straks even versnellen met de video. Muziekje eronder. Een en al gezelligheid, toch? Hoppatee. Ik pak de sponsduivers en ik denk dat ik deze met dat hele zachte geel eventjes de randjes van aan ga zetten. Het Lemon Lolly. Zo krijgen ze allemaal een klein beetje kleur. Zo. En dan doe ik echt alleen de randjes aanzetten. En je ziet het bijna niet, maar het geeft net dat kleine beetje extra. En denk maar niet dat ik altijd zoveel werk van een kaart maak. Dit is echt heel veel werk. Maar het is echt wel super leuk om te doen. En zulke kaarten maak je echt voor speciale mensen natuurlijk. Hè? Sommige mensen verdienen gewoon een extra mooi kaartje. Jubileum. Huwelijksjubileum. Een bijzondere verjaardag. Ik noem maar eventjes een paar dingen. Of een hart onder de riem kaartje. Is ook wel lief als je daar een extra mooie van krijgt. Nou is sowieso een hart onder de riem kaartje altijd fijn. Zo. Die hebben we gedaan. En deze zet ik niet met lijm op elkaar, maar met kloedotjes. Want ook dat werkt natuurlijk prima. Moet ik even mijn prikpen weer hebben. Dit is hem wel. Zo. Ja, we zitten hier even wat gloedots op. Een gloedot. En daar doen we die overheen zetten. En ik wil die bloem niet zo heel erg breed hebben, daarom zet ik hem echt heel erg over elkaar heen. Dan wordt hij zo. Deze kun je dus echt zo groot maken als dat je zelf wil. Hè? Ik heb deze verkeerd omzitten. Daar kun je alle kanten mee op. Is gewoon heel erg nice. En de laatste. Even goed kijken welke kant ik moet hebben, die. Zo. Die zit in elkaar. Dan kan je hem eventueel nog wat extra krul geven. En wat extra kleur. Doe dit wel voorzichtig, want je trekt die blaadjes ook vrij snel kapot. Hè? Zo. Ik kan hem nog even wat extra kleur geven.
hoogte. Ja, zo. Dat is één. En dan gaan we alle bloemen in elkaar zetten. Ik ben straks weer terug bij jullie. Dit ga ik gewoon even op mijn gemak doen.
Zo. Eens kijken of we genoeg hebben voor die kaart. We gaan hem in elkaar zetten. Zo, is weer aardig bijgetrokken. Deze komt straks hier op de voorkant. En ik weet nog niet of ik hem plat plak of verhoogd. Dat gaan we nog even bekijken. Ik zie dat er hier een randje onderuit steekt. Die knuffel. Eerst even weg. Eerst gaan we beginnen met die twee grootste bloemen. Die gaat op een grote dimension om. Daar kan ik heel veel onderuit laten komen. Nee, ik begin niet met de grootste bloemen. Ik begin met de kleine. Ik ga de eerste bloemen verdelen over die rand heen. Ik denk dat die grootste er helemaal niet bij komen. Ik vind het gewoon te groot. Zo. Hier mag ook nog een roze bloemetje. Zo. Die kan hier mooi ergens tussenin. Dan kom je hier beneden. Ja, ik vind dat zo wel aardig. Ja. Ja, zo. Accordeert hij wel. En dan ga ik beginnen met kleine dimensionals. Want dan kan ik mooi het bladwerk straks er ook onder kwijt. Dus deze begin ik hier neer te zetten. En als het nodig is kunnen we er altijd nog een bloemetje bij maken. Het leuke is dat je door dat film dat goud ook nog een beetje ziet. En dan denk ik, even kijken, dat er wel een puntje zit. Dit is ook de roze volgens mij. Ja, geel doen we erbij. En deze roze komt erboven. Paars. Hartjes ga ik vullen met pareltjes. Gewoon omdat ik dat super schattig vind. Natuurlijk kun je ook papier gebruiken. Maar zo heb je het goud ook weer terug in de bloemen.
beetje kapot. Zo. Oh, ik heb deze helemaal niet willen ruiken. Zo, daar kom ik. Hier komt de tekst. Dat komt nog aan. Met die eromheen, denk ik. Die en die. Ik denk dat het zo goed is. Die ga ik vastzetten. Dan blijft er zo. Alles vast. Dan gaan we aan de onderkant even flink wat dimensionals zetten. Want ik wil hem wel verhoogd op de kaart hebben. Ik zal hem toch gewoon vastplakken. Ik ga even kijken. Nee, ik denk dat ik hem toch wel gewoon vast kan plakken. Er zit genoeg dimensie in. Ja. En dan komt hij gelijk goed plat te liggen ook weer. Dat is ook wel fijn. Het is natuurlijk geëmbost. Dus hij is iets wat krom getrokken. Heel voorzichtig zo wrijven. Ik heb al mijn bloemen nog een beetje. Die ben je inhouden. En dan wil ik er nog een tekstje bij hebben. Dat tekstje heb ik uit de Stippled Roses. En ik heb ook besloten om de mat aan de binnenkant met de Stippled Roses te gaan bestempelen. En ik heb Congratulations genomen. Die stempel je op een klein stukje basic white, gewoon op een reststukje of wat dan ook wat je hebt liggen. En ook die wil ik gaan embossen. En die moet ik zo meteen in twee delen gaan embossen. Omdat ik hem per se met de perennial postage embossing... die moet ik straks met... Ho, 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 ik wil geen memento. Ho... De Versamark moet ik hebben.
Zo. Ik denk dat die goed is. Nou, er zit nog voldoende embossingpoeder in de bak. Dus ik haal hem gewoon even hier doorheen. Zo. Helemaal prima. Dan emboss hem even met de heat tool eroverheen. En dan ben ik weer terug. Nou, kijk eens aan. Helemaal netjes. De Perennial Post-it stanzenset. Een super mooie stanzenset. En ik wil dit stansje gebruiken. Want die past mooi om de tekst heen. Maar hij is te kort. Nou, die gaan we gewoon even in tweeën stanzen. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. Even vastzetten. En dan moet je natuurlijk niet tot het eind aan toe. Dus ik ga even voor de zekerheid, leg ik die plaat er half overheen. Zodat je niet de fout in gaat. En dan gaan we de andere kant precies andersom doen. Kijk, nu is de helft uitgestanst. Dan gaan we hem omdraaien. En dan gaan we de andere helft uitstansen. Kijk. Deze moet hier voorbij liggen. En deze moet natuurlijk het hele stuk omsluiten. Dan heb je hem helemaal. Het is kilo kilo deze keer. Zo, die leggen we even zo neer. Zo, ja, goed gedaan. Kijk, en dan heb je een keurig labeltje. Nou, keurig. Past mooi op de kaart. En ook die gaan we met dimensionals even op de kaart zetten. Zo, hier tussenin wil ik hem hebben. Hier zo tussen die bloemblaadjes in. Ja, leuk. Hier op het laatst kunnen we al dimensionals staan nog. Hier op het eerst wil ik wat dimensionals hebben. En die bloemblaadjes wil ik tussenin hebben. Zo. En dan kan die mooi hier. Is toch echt helemaal leuk. Ik wil die nog even wat omhoog hebben, want daar kun je gewoon doorheen kijken. Zo. Hoppata. Congratulations. Zo kan het wel. Moet er nog meer goud bij? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er voldoende goud in zit. Zo langzamerhand. Alleen aan de binnenkant wil ik nog een stempel hebben. Of zal ik dat gewoon toch achterwege laten. Eigenlijk is die zo mooi genoeg. Hè? Ik vind het zo zonde om aan de binnenkant te gaan stempelen. Omdat je een totaal andere stempel krijgt. Als wat je gebruikt. Aan bloemen gebruikt hebt. Ik ga niet stempelen. Ik ga er nog wel een envelop bij maken. Ik zal het eventjes hier laten zien. Ik had hier natuurlijk ook zo'n leuke lange envelop. Nou, die heb ik gewoon met de envelop punchboard gemaakt. Wij verkopen hem niet meer. Het envelop punchboard is nog wel te koop, maar niet meer bij Stampin' Up.
Dus als je hem nog niet hebt, zou je hem eventueel nog ergens anders aan kunnen schaffen. Hij is echt super handig. Ik heb hier het enveloppeursbord. Het papier is 25,1 bij 25,1 centimeter. En die ga je op dat enveloppeursbord aanleggen op 8,8. Hier zitten de inches, hier zitten de centimeters. Die zijn wat lastig te zien waarschijnlijk op de video. Maar 8,8. Neem van mij aan dat het goed zit. Je puncht een keer. Je pakt je ril, je vouwbeen slash ril. Nou zie je al dat die hier niet helemaal aan het eind komt. Dus dat, wat doe ik? Ik pak de liniaal er even bij. Leg die liniaal langs die lijn heen. En dan trek je gewoon de rillijn even door. En dan leg je hem weer aan in het gootje hier, tegen dat puntje aan. Helemaal tegen de aanslag, puntje op de vouwlijn, ponzen, rillen. Zo simpel is het gewoon, hè. Ponzen. En dan gaat het rillen weer niet lukken, want die is weer te kort. Dus dan hebben we de liniaal weer even nodig. Zo. En dan gaan we nog een keer. Ponzen. En de laatste keer rillen. En dan hoef ik alleen die en die punt af te ronden. Want de andere twee moeten nog een stukje van afgesneden worden. Hij is namelijk hier te breed. Als je hem gaat vouwen. Kijk, hij komt er hier overheen. Dus de andere kant komt er ook overheen. Het moet ook nog eens een keertje op elkaar geplakt worden natuurlijk. Dus wat doe je? Snijmachine er even bij. En deze leg ik tegen de bovenkant aan. Zo, die leg ik hier tegen de bovenkant aan. Deze zorg ik dat ik hier met het puntje op de zijkant zit. Dan zit ik altijd goed. Dat doe ik ook bij de andere kant, precies hetzelfde. Die tegen de bovenkant aan. Hier, deze tegen de zijkant aan. Even snijden. En dan heb je hem keurig op maat. Dan is het een kwestie van hem in elkaar plakken. En dan heb je een mooie goudkleurige gebloemde envelop. En deze bloemetjes, die passen wel weer leuk bij de bloemetjes van de kaart. Dat had ik natuurlijk wel alvast uitgedokterd. Ja. Hoe had ik dat gedaan? Nou, ik doe hem eventjes met tape. Hier wat tape op. Vast. Daar tape. En dan heb je hem gewoon vast zitten en dan kan de kaart erin. Dan heb je in ieder geval een mooie bijpassende envelop. En dan kun je zelf bekijken of je hem cadeau doet of opstuurt of wat dan ook. Zo. Dan heb je toch een fantastische set. Al zeg ik dat zelf. Even een beetje alles aan kant. Dat is het kaartje die we nu gemaakt hebben. Een mooie felicitatiekaart. Aan de binnenkant kun je ruimte zat om te schrijven. Leuke bijpassende envelop van designpapier. En dit was het voorbeeldkaartje met een bijpassende envelop. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden.
Vergeet niet om door te hoppen naar de volgende. De linken staan onder deze video. En ik zeg tot de volgende. Doeg, doeg.